deze webles gaan we kijken naar het begrip druk. En we gaan ook kijken wat je met druk kunt doen als je te maken hebt met een vaste stof, een vloeistof of een gas. Wat is druk? Voor druk heb je twee grootheden nodig. Namelijk een kracht en een oppervlak. En druk is niets anders dan de hoeveelheid kracht per oppervlak, per eenheid van oppervlak. Anders geschreven in formulevorm, afkorting van druk is kleine p. P is F delen door A. Druk heeft dus ook een eenheid. En de eenheid van druk is de eenheid van kracht delen door de eenheid van oppervlak. Newton per vierkante meter. En dat heeft een aparte naam gekregen en dat is de Pascal. Goed, druk bij vaste stoffen. Als voorbeeldje hier drie boeken. Drie boeken liggen op een tafel. Er werkt de zwaartekracht op die drie boeken. En de vraag is, hoe groot is de druk in deze situatie? Laten we het even aangeven in de tekening. Er werkt dus een zwaartekracht van die drie boeken. En er is ook een oppervlak, dat is namelijk het oppervlak van het onderste boek. Daar wordt al die kracht op uitgeoefend. En we kunnen nu simpel de druk uitrekenen door deze formule te gebruiken. Druk is F delen door A. Nou, we hadden al gezegd, de boeken zijn 3 kilogram per stuk. 3 maal 9,81 is dan de totale zwaartekracht van die drie boeken samen. En voor A, nou laten we even aannemen dat het onderste boek een A4 boek is. Ongeveer 20 bij 30 centimeter. In de formule natuurlijk niet vergeten om in te vullen in meters. En dan kunnen we het gaan uitrekenen met behulp van een rekenmachine. Dan krijg ik 3 maal 9,81. Delen door 0,2 maal 0,3. En dat komt uit 491 afgerond 4,9 maal 10 tot de macht 2 Pascal. De vraag is natuurlijk, is het nou een hele grote druk of een hele kleine druk? Nou, dat kun je dadelijk vergelijken met wat andere voorbeelden die we gaan zien. Maar zo kun je in een heel eenvoudig voorbeeldje uitrekenen hoe groot de druk is bij een vaste stof. Bij een vloeistof zit het iets anders in elkaar. We hebben hier, ik heb als voorbeeld een duiker gepakt. Die duiker bevindt zich onder water en die voelt ook een druk van het water. En die druk wordt eigenlijk ook gegenereerd, net als in ons vorige voorbeeld, door de zwaartekracht. Want de aarde trekt het water aan en die duiker heeft het gevoel dat er hier op zijn lichaam een kolom water drukt. De vraag is, hoe groot is de druk van deze kolom water? Nou, dat kunnen we ook weer uitrekenen. P is F delen door A. Nu is het hier dus A, het oppervlak van de duiker. Hoe groot is nou de kracht? A, duiker dus, hè. Hoe groot is nou de kracht die erop werkt? Ja, dan moeten we eerst weten hoeveel water erop drukt. Hoe groot is de massa van het water? En die massa kun je uitrekenen als je weet het volume van het water wat we hebben. En het volume van het water is gelijk aan het oppervlak maal de hoogte. Dit is dan H. En ik noem het wel H, maar het is dus eigenlijk is het de diepte van de duiker. De diepte dat hij onder het water zit. Dat is het volume van het water. Als je dat vermenigvuldigt met de dichtheid van het water, dan krijg ik de massa. Als ik dat vermenigvuldig met G, dan weet ik hoe groot de totale kracht is van die waterkolom. En nu zie je iets moois gebeuren. Er staat een term die ik weg kan strepen tegen elkaar. Dat is namelijk het oppervlak van de duiker. Die maakt dus eigenlijk helemaal niets uit. De waterdruk, als je je onder water bevindt, kun je berekenen. Hangt van drie dingen af. De diepte onder water in meters. De dichtheid van water. En de valversnelling. Hoe dieper die duiker duikt, hoe groter de kracht is die hij zal voelen. En hoe groter ook de druk is die hij zal voelen. Een eigenschap van water is dat water niet alleen naar beneden drukt, maar het duwt ook naar de zijkant. Ook de wand voelt een waterdruk. En hoe dieper je onder water zit, hoe groter die waterdruk is op de wand. Hier heb je natuurlijk ook een waterdruk, maximale waterdruk, want dieper dan hier kom je niet. En die duiker voelt dus ook van alle kanten een waterdruk op hem uitgeoefend worden. Van boven, van onder, van links en van rechts.
Vraag is natuurlijk, waarom heb je daar niet zoveel last van? Waarom word je niet als een citroen uitgeperst door die grote druk? Hè, denk bijvoorbeeld aan duikers met flessen, die kunnen best ver onder water zwemmen, toch worden ze niet samengeperst. Nou, dat heeft te maken met het feit dat je voor het grootste gedeelte zelf bestaat uit water. En water heeft als prettige eigenschap dat het heel moeilijk indrukbaar is. Dus jouw lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water. En dan kan er wel van buitenaf op gedrukt worden, maar jouw lichaam krimpt daardoor niet. Uitzonderingen zijn die gebieden in je lichaam die met lucht gevuld zijn. Bijvoorbeeld je longen. Wanneer je heel diep gaat zwemmen, zullen je longen ingedrukt worden. Nog een bekender voorbeeld is natuurlijk jouw oor. Achter jouw trommelvlies zit ook lucht. En als je onder water zwemt, dan zit er aan de ene kant van je trommelvlies water met een bepaalde waterdruk. Aan de andere kant lucht. En als je diep gaat, dan kun je daardoor een pijnlijk gevoel op jouw trommelvlies voelen. Komt dus door de waterdruk. Een zijstapje. Het is geen examenstof, maar het is toch wel leuk om te weten, denk ik. Je kunt hiermee ook verklaren waarom sommige stoffen drijven. Ik heb hier als voorbeeld een blok hout gepakt. Op dat hout werkt een waterdruk. Hieronder, aan de zijkanten. En hoe hoger je aan de zijkant zit, hoe groter die waterdruk is. Hoe kleiner die waterdruk is, sorry. En ook aan de bovenkant werkt een waterdruk. En die teken ik hem even zo, omdat je anders het pijltje niet ziet. Eigenlijk zou ik hem natuurlijk in het hout moeten tekenen. Wat is nu de truc? Omdat je aan de bovenkant net iets minder hoog zit dan aan de onderkant, zul je aan de bovenkant een net kleinere druk voelen dan aan de onderkant. En als je al die drukken bij elkaar optelt, drukken zijn krachten per oppervlak, omdat de kracht boven kleiner is dan onder, hou je een netto kracht over. En die netto kracht staat naar boven gericht. En die noemen we de opwaartse kracht. Er werkt natuurlijk nog een andere kracht, de zwaartekracht, die werkt naar beneden. F zwaartekracht. En wat is nu het frappante bij een stuk hout? Bij een stuk hout geldt dat de opwaartse kracht groter is dan de zwaartekracht die werkt op het hout, waardoor het hout naar boven gaat bewegen. Het hout gaat dus drijven. En alle stoffen die een lagere dichtheid hebben dan water, daarvoor geldt dat de opwaartse kracht groter is dan de zwaartekracht. En zo'n stof zal er dus dan gaan drijven. Goed, tot slot. Hoe zit het bij gassen? En we beginnen met de atmosferische druk. Als jij op het aardoppervlak rondloopt, dan drukt er ook een hele kolom van atmosfeer op je. Nu heeft gas natuurlijk een hele lage dichtheid, maar omdat die atmosfeer zo hoog is, wordt er een druk op je uitgeoefend die je niet kunt verwaarlozen. Sterker nog, die druk is vrij groot. Gemiddeld gezien is die druk die werkt op iemand die op het aardoppervlak rondloopt in de orde van atmosferische druk dus, in de orde van ongeveer 100.000 pascal. En die 100.000 pascal heeft ook een andere naam gekregen. En die naam die ken je ook vast, bijvoorbeeld uit de weerberichten. 100.000 pascal is gelijk aan 1 bar. In de weerberichten maken ze vaak gebruik van millibar. En 1 millibar is dan dus gelijk aan 100 pascal. Dus er is altijd een grote druk die op je werkt. Waarom voel je daar ook niks van? Eigenlijk heeft dat twee redenen. Die druk bij gassen werkt op elk oppervlak van je lichaam. Dus van boven even hard als van onder en van de zijkant. En dat heft elkaar redelijk op. Waarom word je niet in elkaar gedrukt? En dat heeft ook weer te maken met het simpele feit dat je ook aan de binnenkant gas hebt. En die gas bevindt zich onder dezelfde druk en die duwt even hard naar buiten als dat de luchtdruk jouw lichaam naar binnen wil drukken. Dus het heft elkaar allemaal op en je voelt er weinig van. Tot slot, hoe zit het met een vat dat gevuld is met gas? Nu, gaan we eens even kijken. Ik heb hier een vat gevuld met gas. Eigenschap van gasdruk is dat gasdruk in alle richtingen even groot is. Dus naar links en naar rechts,
Van naar boven en naar beneden heerst er dezelfde druk. Er wordt een dezelfde kracht in alle richtingen op het oppervlak per vierkante meter oppervlak uitgeoefend. En dat is dus anders als bij vaste stoffen. Daar heb je eigenlijk alleen een druk naar beneden als je kijkt naar zwaartekracht. Bij vloeistoffen heb je een druk naar beneden en ook naar de zijkanten. Maar gas drukt in alle richtingen even hard. Stel, ik maak hier een leidingje. En ik ga hier een kraantje in maken. Zo, een kraan, die kan ik hiermee open of dicht zetten. Wat gebeurt er nu op het moment dat ik de kraan opendraai? Nou, dat hangt af van de druk die ik hier heb. Die druk kan ik vergelijken met de druk die ik hier buiten heb. En hier buiten geldt de atmosferische druk. Ongeveer 1 bar vaak in de meeste gevallen. Als deze druk binnen, ik zal dit de druk van het gas noemen, als die druk van het gas kleiner is dan de atmosferische druk, dan hebben we te maken met onderdruk. En ga ik de kraan opendraaien, dan is de druk van het gas van binnenuit kleiner dan de druk van het gas van buitenuit. Dus er zal gas naar binnen gaan lopen. En dat komt dus omdat ik te maken heb met onderdruk. Is de druk van het gas in het vat groter dan de druk van de atmosfeer, dan noemen we dat overdruk. En ga je dan de kraan opendraaien, dan zal het gas juist het vat verlaten.